Vandaag weer twee sporten in Dommel Sportland. We gaan naar karate en zelfverdediging bij 4 Defense. Verder zijn we bij biljarten bij de club Het Groene Laken in de Adelaar. En voor de Dutch staan, de karate stand. Oké, Seiza, knielen. Chaminiré. Mokso. Moksiamé. Sensaniré. Otakeniré. Rus. Oké, iedereen welkom. We gaan er weer een mooie leuke les van maken. Oogcontact houden, dus goed kijken wat ze aan doet. En kijk, paard. Hou die graag. Drie keer naar elkaar, drie keer naar elkaar. Ja, dankjewel. Nou ja, mijn zoon is een deelnemer hier bij het karate. Die komt iedere woensdag hier zijn ding doen. En hoe komt het dat hij hierbij is? Heb jij vroeger dat ook gedaan? Of? Nee, nooit karate gedaan. Wel geïnteresseerd in de sport en ook in mijn werk daar wel mee bezig. En ja, denk ook van daaruit de interesse van mijn zoon om ook ja, toch dit een beetje leuk te vinden. Af en toe een keer met papa kunnen borstelen en kunnen stoeien. Hè? Vertel eens. Ja, nou ja, hij wil mij ook af en toe een keer de baas, dus hij wil ook winnen. Nogal een baas? Ja, ze worden steeds groter. Maar je zegt één keer in de week. Ja. Doen ze er thuis nog iets aan? Nou ja, thuis is hij er meer spelenderwijs mee bezig. Dan is het in een spelletje en een keertje in de tuin. En een keer laten zien wat hij kan. En één keer in de week is het hier op de woensdag dat hij echt gericht gaat trainen. En daar weer meer mee bezig is. En het is ja, in die zin nog basis, maar het is ook goed voor zijn ontwikkeling. Voor een stukje weerbaarheid, een stukje discipline, een stukje samenspelen met anderen. Ja. En dat... Merk je dat ook, dat ze weerbaarder zijn? Ja. Ten opzichte van andere kinderen of tegen pesten bijvoorbeeld? Nou ja, absoluut. Mijn zoon heeft lang haar. Er wordt nog wel eens tegengeroepen dat het een meisje is. En ja, in die zin durft hij toch wel meer van zich af te bijten. Nou, sinds dat hij met karate bezig is, hij is een stukje zekerder van zichzelf. Okay. En dat is wel fijn om te zien. Oké, dankjewel. Naast mij zit Henk Wellert, al heel lang lid van het Groene Laken, geloof ik. Ja, ik heb al een rijke historie hier en ik ben in de jaren 70 lid geworden. Allerlei functies bekleed, voorzitter, penningmeester nog een tijdje geweest. Alleen secretaris niet, geloof ik. Een stukje wedstrijdleiding heb ik ook nog ooit gedaan. En ja, ik moet zeggen, het bevalt me goed hier. Waarom ben je met biljarten begonnen? Hoe komt dat zo? Dat is eigenlijk de schuld van ODC. Dat mag misschien raar klinken, maar toen ik bij de jeugdvoetballer van ODC hadden we in de Burgt, nog wel bekend door de oud-bokselaren, stond daar een biljartje. En daar hadden we als jeugdspelers ook altijd een ja, gezellige avond. En zo is daar het biljarten en tafeltennissen, twee sporten die we daar naast het voetballen konden beoefenen, is daar begonnen. Hoe kun je nou goed worden in de biljartsport? Wat moet je dan voor eigenschappen hebben eigenlijk? Ja, te beginnen denk ik met heel veel geduld. Een oud gezegde in de biljartsport was vroeger, toen de klok er nog ging, het biljart moest eerst vol met dubbeltjes gelegd worden voordat je een beetje kon biljarten. Nou, dubbeltjes zijn er niet meer en of het met eurocenten gaat weet ik niet, maar de klok is er in ieder geval hier ook niet meer. Maar het is in ieder geval heel veel oefenen. En aanwijzingen krijgen, niet altijd eigenwijs zijn, oefenen, oefenen, oefenen. Oefening baart kunst, zeker in de biljartsport. Maar oefenen op techniek en wat nog meer? Ja, techniek bepaalde mensen, en of je het nou over welke sport je het ook al hebt. Mensen hebben talent of hebben geen talent. En ook met biljarten kun je, als je geen talent hebt, toch nog wel een heel eind komen. Maar ja, de echte goede worden bijna met de keu in de hand geboren. En dat niveau ga je dan ook met veel oefenen nooit bereiken. Talent is toch ook wel een beetje belangrijk, ook in deze sport.
Welk onderdeel van de sport, van de biljartsport, speel jij? Zelf heb ik tot voor 3 jaar terug altijd libero gespeeld. En sinds 3 jaar ben ik samen met mijn zoon Bart in een driebandteam terechtgekomen. En nog 2 andere leden van onze vereniging. En dat doe ik nu alweer met ontzettend veel plezier. Overigens is driebanden een totale andere manier van biljarten als het libero spel. Dus dat vergt weer enige aanpassingstijd om daar weer een beetje mee te kunnen. Is dat niet heel frustrerend bij driebanden dat je heel veel mist? De moeilijkste overgang van libero naar driebanden is dat je bij libero in 1 beurt vaak meerdere garambals maakt. Wat zeker ook de bedoeling is, ook bij driebanden overigens. Maar als je overschakelt van libero naar driebanden is het iedere keer noteren 0 en weer gaan zitten. Dus echt hele korte momenten sta je maar aan tafel. En dat is inderdaad ontzettend wennen. Nou is dit voornamelijk een cafésport. Wat betekent dat? Ja, inderdaad, het is een cafésport, maar voor de echte biljartliefhebber is biljarten gewoon een sport. We mogen alleen blij zijn in de huidige tijd dat er nog cafés bestaan met een biljart erin. Want ook jij weet dat steeds meer cafés gaan of verdwijnen, worden omgebouwd tot eethuizen. En de biljarts die je nou in Boksel op dit moment vindt, zijn op 1 hand te tellen. Nog een tijdje doorgaan met deze sport? Als het mij ligt wel. Ik ben sinds 1 jaar nu gepensioneerd. Ik mag thuis blijven, dus ik heb in principe heel veel tijd om te oefenen. Ik moet wel eerlijk toegeven dat er niet altijd van komt. Ik heb nog zoveel andere daarnaast ook leuke dingen te doen, maar het zal toch altijd wel een plek in mijn hart blijven behouden. Maar hoe vaak in de week biljart je dan? Nou, meestal toch wel 2 keer in de week dat we wedstrijden moeten spelen. En daarnaast, zeker als Bart tijd heeft om even te trainen, dan willen we samen nog wel eens even erop uittrekken om een uurtje met elkaar te sparren. Dankjewel. Tigo, we hebben jou net bezig gezien bij karate. Ja. En waarom ben je karate gaan doen eigenlijk? Nou, eigenlijk zat ik gewoon... ik was een keer buiten aan het spelen en toen kwam ik ineens op het idee. Gewoon ineens. Boem. En toen wou ik graag op karate. Ik dacht ineens, dat is ook wel handig. Voor het geval dat ooit. Wat bedoel je met dat ooit? Bijvoorbeeld als ik ineens op straat zou aangevallen worden voor straks, dan weet ik wel wat ik dan moet doen. Ja. Heb je dat wel eens ooit gezien dan of zo, dat iemand aangevallen wordt? Nee. Nee. Eigenlijk niet. Nee. En word je wel eens ooit gepest op school of zo? Soms wel, ja. Ja. Heeft het daar ook mee te maken misschien? Nee, eigenlijk niet helemaal, want dat is nooit dat ze me vastpakken of zo en alles. Nee. Nee. Maar als ze dat gaan doen, dan weet jij voort van wanten. Ja. Ja. Nou heb ik net gezien dat jij een diploma gekregen hebt, of een certificaat. Ja. En daar staat iets op van een witte band met rode stip. Nou, daar snap ik helemaal niks van. Leg dat maar eens uit. Nou, dit is een witte band. Dan heb je hier de rode slip. En wat betekent dat? Dat weet ik zelf eigenlijk ook niet helemaal. Betekent dat dat je misschien al iets verder bent? Ja, gewoon een graadje hoger. Ja. En betekent dat dat je later nog andere kleurenbanden kan verdienen? Dat kan. Of nog meer stippen? Ja, dat kan, ja. Ja. Kan ook als je een paar slippen van één hebt, dan krijg je ook weer een andere band. Dan zag ik net dat jij beenkappen op had. Waar is dat voor? Het zijn eigenlijk een soort scheenbeschermers dan. Bijvoorbeeld bescherm je schenen. Soms moet je daar ook een trap op geven en dan kan je die scheenbeschermers aandoen. Ja. Nou is dit een sport voor jongens en meisjes. En dan zag ik net dat jij ook tegen meisjes en zo hier moet vechten. Mm-hmm. Of vechten, karate ja. Doen. Ik kan ook gewoon met iemand kiezen. Je moet gewoon met elkaar oefenen en zo. Het maakt niet zo uit of het nou een jongen of een meisje is, vind ik zelf. Nee, nee. Mm-hmm. Want dat is wel leuk, hè? Dat het dus gemengd is, hè? Ja. Vind ik zelf ook wel dat het allemaal zo gemengd is, ja. En... Heb je al een keer een spreekbeurt gehouden op school over karate? Nee, nog niet. Dat moet je toch eens een keer gaan doen, denk ik. Want ik heb het idee dat jij er heel veel verstand van hebt. Dat klopt, alleen ik weet niet wanneer ik een spreekbeurt ga houden en ik ben pas op karate gegaan na de laatste spreekbeurt die ik ooit heb gedaan, dus dat heeft eigenlijk nog niet eens gekund. Mm-hmm. Nog 1 vraag, ik zie jullie allemaal vallen en rollen, ja. Ben je nooit geblesseerd?
ja, soms heb je wel pijn of zo, maar moet je gewoon weer opstaan en kan je ook weer verder gaan. Word je daarin geoefend? Nou, niet helemaal. Bijvoorbeeld met kussen, toen dacht ik van, dat is ook wel zoiets eigenlijk. Ja. Wil je later een hele beroemde karate man worden? Ik weet niet. Dat zou wel leuk zijn, alleen. Ja, alleen? Ja. Dan moet je nog heel veel voor doen dan, of niet? Dat kan wel. En wil je dat ook? Ja, dat zou ik wel willen, ja. Oké, maar eerst met de school, hè? Ja. Oké, dankjewel. Steef Sink, secretaris van het Groene Laken. Een mooie vereniging. Wij hebben een hele mooie vereniging. Wij hebben een heel gemêleerd gezelschap. We hebben enkele jonge spelers, we hebben ook oudere spelers. En dat is eigenlijk wel een beetje het manco van het biljarten, vind ik. De leden worden steeds ouder en van onderen komt er als jong lid komt er eigenlijk weinig bij. Dat is eigenlijk een beetje jammer. Maar bij ons is er gelukkig is er nog geen issue. Oudste lid bij ons wordt in april 72. En het jongste lid, we net zien biljarten, Bart Wellert, die wordt in, ik dacht in mei of in januari geloof ik, in januari wordt hij 30. Dus er zit toch een aanzienlijk leeftijdsverschil in. Nou, dan hebben wij, even kijken, 2-3 bandenteams spelen in de Koninklijke Nederlandse Biljartbond. 2 libere teams spelen in de Koninklijke Nederlandse Biljartbond. En dan hebben we ook nog de Boksers Bond. Dat is een beetje een ander soort biljartbond, een beetje vrijer eigenlijk. Koninklijke Nederlandse Biljartbond is nogal gedisciplineerd, zeg maar. Jullie zien hoe wij eruit zien, zwarte blouse, zwarte broek, zwarte schoenen. Dat wordt allemaal voorgeschreven vanuit de bond. En in de boksenbond is dat eigenlijk een beetje meer, is dat niet zo belangrijk. Als de mensen maar komen biljarten, dat is eigenlijk het enige punt waar de boksen biljartbond zich druk over. En daar hebben we ook nog 2 teams in spelen. Dus wij hebben in totaal 6 teams. Dat is toch in ieder geval 6x4, is al 24 leden die mede. En dan hebben we uiteraard ook nog enkele reserves nodig. Dus wij zijn goed bezig. Bart was de jongste. Zou het niet goed zijn om nog jongeren aan te trekken, om de biljartsport ook bij jongeren wat bekender te maken? Ja, ik wou dat kon en wij doen ook best de moeite om te proberen. Jongen, je hebt net gezien ons jongste lid, het allerjongste lid, maar ja, dat mag nog niet in de café, is nog een 16. Dus. Maar in elke vereniging is het moeilijk om aanwas te krijgen. In elke vereniging is het moeilijk om vrijwilligers te vinden voor evenementen, voor bepaalde dingen. Noem maar op. Het wordt, mensen zijn steeds meer op hun eigen en ze vinden het allemaal wel goed als het maar geregeld is. Maar er zijn wel mensen nodig die het moeten regelen natuurlijk. En dat is eigenlijk het grote manco, vind ik, van het verenigingsleven. Alleen mannen? Nee. Wij hebben, even kijken, er zijn net een ploegje vrouwen zijn er weggegaan. Een stuk of 5-6 meiden, denk ik, wij hebben het. Ja, een stuk of 5-6 vrouwen hebben wij erbij. Nee. En ik zou ook hele grote tegenstander zijn van dat alleen maar mannen mochten zijn, volgens. In Boksel is de biljartsport best populair. Zijn veel deelnemers? Boksel was de biljartsport heel populair. Als ik vertel dat er, ik denk 10, 15 jaar geleden, bijna elke feest stond een biljart. En dan hadden bijvoorbeeld Behoevende Meiden, Chefke Smits, Witte Paard, Bellevue, noem maar op. Allemaal weg. Al die cafés zijn weg. Het zijn of eetgelegenheden geworden, of het zijn ook de biljarts zijn verdwenen. Wij hebben op dit moment de beschikking over Verroest, De Gevel, Posteljon, Komse Hoeve en De Adelaar. En dat zijn eigenlijk de enige cafés waar nog een biljart is. Maar er is ook nog bij de manege, of is dat niet meer? De manege, ja, dat is het Ivoor. Het Ivoor zit daar en het Ivoor is eigenlijk, die mensen spelen alleen Koninklijke Nederlandse Biljartbond. En wij spelen eigenlijk meer in kroegverband. Kijk, biljart is natuurlijk heel belangrijk bij ons, althans in onze vereniging. Maar wij vinden gezelligheid ook heel belangrijk. Een avond met elkaar, partij biljarten. Uiteraard doen wij ons best. Iedereen wil graag winnen. Maar de gezelligheid hoort er ook bij, vind ik. Het sociale contact,
lekker buurten met elkaar, glaasje bier drinken enzovoort enzovoort. Nog meer activiteiten dan met de hele club? Reisjes of zo? Nou, we hebben, elk jaar hebben we een feestavond. We hebben onderlinge competitie. Zowel als de reguliere competities afgelopen zijn van de Koninklijke Nederlandse Biljartbond en de Bokser Biljartbond, beginnen wij meteen aan de onderlinge. Wij biljarten eigenlijk het hele jaar. Wij biljarten het hele jaar. Als iemand die wil, die kan het hele jaar biljarten bij ons. Nou hebben jullie een kampioen in jullie midden, Bart Wellert. Ja. Die gaan we direct even spreken. Maar jullie hebben ook een belangrijke scheidsrechter in jullie midden. En daar ga ik nu even naartoe, Johan. Dat is goed, prima. Ja, ik ben officieel gewestelijk arbiter van de KNVB. Ik ben sinds 1995 officieel arbiter. En ik ben tevens arbiterscoördinator van district Den Bosch. En ook binnen het arbiterskorps is de aanwas voor jeugd minim. We zijn op dit moment met 2 cursussen bezig. En er zijn alleen maar 65-plussers, of 60-plussers moet ik zeggen. En ook de aanwas van de jeugdige arbiters is er niet. En ook daar is de boel aan het vergrijzen. Maar dat ziet men in de hele biljartsport. Ik kan me nog herinneren dat we in district Den Bosch een 15 jaar geleden 18 jeugdteams hadden. Ja. Er zijn er nu nog 3 van over. Ja. Dus ook daar is de vergrijzing toegeslagen. Noteren, 0. Ja, 0. De scheidsrechter, is dat een moeilijke taak eigenlijk? Of is het net als bij voetbal dat je moet oppassen? Nou nee, bij biljart hoef je niet op te passen. Ja, je kunt af en toe een tik met de keuken krijgen, maar dat is door de reactie van de speler. Maar het is gewoon een serie. Je moet als biljartarbiter moet je serieus aan tafel staan, geconcentreerd blijven. Want een bal kan raak zijn of kan mis zijn, dat de speler hem niet ziet. En dan is de arbiter ervoor om te zorgen dat je hem wel ziet, dat hij hem wel telt. Want er zijn ballen die maar net raak zijn, die de speler zelf niet eens ziet. Maar als je goed je eigen goed opstelt en goed in de scheiding of in de snijlijn gaat staan, dan zie je hem altijd. Hoe hoog is dat de scheidsrechter? Geef eens een beeld, is dat Eredivisie of Eerste Klasse? Nou, ik tel alles. Ik heb al die mannen heb ik aan tafel gehad. Ik heb Jaspers aan tafel gehad. Ik heb Jean-Paul de Bruin aan tafel gehad. Keulemans heb ik aan tafel gehad. Eddie Maddox heb ik aan tafel gehad. Ik heb ze allemaal aan tafel gehad. En dat is wel leuk om te tellen, dat soort mannen. Dat is, maar ja, goed, ik tel ze van de jeugd van 7, 8 jaar. En daags erop dan heb ik de senioren van 45 jaar. Maar je moet ze allebei gewoon serieus behandelen. Iedereen is van harte welkom. Man of vrouw speelt hier totaal geen enkele rol. Ook het gemiddelde speelt geen rol. Je moet het aantal karambols maken naar vanuit het gemiddelde werd gespeeld. Dus speelde een half gemiddeld, ben je even zo goed welkom als iemand die 10 of 15 gemiddeld speelt. Dat is helemaal geen issue. En het is hier gezellig. We hebben beschikking over 2 biljarts. En het is hier altijd, als er biljarten is, ook als er geen biljarten is, is er altijd gezellig. En je ontmoet een hoop vrienden, bekenden. En nou ja, ik zou zeggen, kom biljarten. Twee zusjes. Lisa en Anouk, en allebei op karate. Vertel eens wat je daarvan vindt. Nou, ik vind karate heel leuk en mooi ook om te doen. Wat vind je er mooi aan? Hoe je die trappen en hoe je moet trappen en hoe je moet slaan, vind ik ook wel heel leuk om te doen. En jij? Ik vind het heel leuk om te doen. En ik vind het ook leuk om te trainen hiermee. Nou kun je wel iemand aan, hè? Als iemand jullie wil slaan of zo, dan kun je er wel tegenin, denk ik, hè? Ja. Hoe doe je dat dan? Nou, dan gebruik je de trappen tegen diegene die jou iets wil aandoen. Oké, en jij? Als ik jou nou pak, wat doe je dan? Dan ga ik mezelf eerst voor zorgen dat ik me ga verdedigen. En als dat dan niet lukt, dan ga je een beetje trappen en slaan.
En als je nog verder komt, dan kan je dadelijk nog veel meer, denk ik. Ga je nog goed oefenen hier? Ja, ik ga wel nog door oefenen. En jij? Ik wil nog wel door oefenen ook. Dankjewel hoor. Hallo, ik zie verschillende kleuren banden. Ja. Ik heb er geen idee van wat de hoogste en de laagste is. Ja, de bandenbondsysteem, in ons systeem is dat met een witte baan beginnen. Dan krijg je witte baan blauwe slip, witte baan twee blauwe slippen, blauwe band gele slip, gele band groene slip, groene band bruine slip, bruine band zwarte slip en dan de eerste dan, dus de zwarte band. En dan gaat we door tot en met de tiende dan. Kan het doorgaan. Dus net zoiets als bij judo? Ja, net zoiets bij judo. Alleen de kleurvolgorde is anders, maar het heeft dezelfde functie. En... Kort weer. Kort. Ja, het zijn allemaal hele kleine pasjes. Ja, maar er staat op dit wil zo. Er staat hier maar lopen. Ja, dan ga je verliezen. Het kost veel te veel tijd om te grijpen. Hoog tikken. Handen achter elkaar. Ja, maak jezelf klein. Bescherm je. Ja, hier zijn ze eigenlijk nog met dezelfde techniek bezig, maar ze proberen hem nu te blokken. Nou, ik kijk nou pas nu naar die oefening, maar ik denk in principe dat ze bezig zijn met clinchen. Het vastpakken bij de nek en aan een tegenstander onder controle houden. Daar heb je een speciale techniek voor nodig? Nou, dat is in principe dat iemand stevig bij zijn nek pakt. Ja, proberen veel druk op die nekspieren te zetten. En een tegenstander laag proberen te houden. Probeer jij het ook wel aan. Jongens, ook nog een Brabant, misschien een Polonaise. Strak bij die nek pakken. Juist, Mark. Goed, die ellebogen bij elkaar houden. Geef elkaar een beetje ruimte. Ja, waar ze nu mee bezig zijn is eigenlijk om een linkse directe te geven. Bij het karate noemen ze dan oitsuki. En daarmee probeer je je tegenstander telkens te raken, uit balans te brengen, punten te scoren. Het is geen stoot die heel hard is over het algemeen, maar wel een stoot die een tegenstander uit zijn ritme kan brengen, uit zijn wedstrijdritme. Klaar! Actie! Jeugdtrainer? Ja, klopt. Bestuurslid? Bestuurslid. Van For Defense? Ja. Vertel eens iets over de vereniging. Hoe is die opgebouwd? Dat is een vereniging. We hebben vier disciplines. We hebben kickboksen, we hebben all-style fighting, we hebben het karate en we hebben het boksen. En we hebben in principe vier trainingsavonden in de week. Ja, en je kunt eigenlijk zien als een soort omnivereniging. Het zijn verschillende sporten die we samen hebben gecombineerd om als vechtsportvereniging toch sterker te staan. En ook meer faciliteiten te kunnen bieden voor onze leden. En welke tak heeft de meeste deelnemers dan? De tak met de meeste leden, daar is denk ik toch wel het kickboksen. Ja. Hoewel het karate eigenlijk groter is, maar dan hebben we twee disciplines. Dus als je die bij elkaar telt, dan zijn we weer groter. En hoe groot is de vereniging? Ik denk dat we tussen de 105 en 115 leden zitten nu. En dan vier avonden in de week. Ik zag dat er veel jeugdleden waren. Ja, dat klopt. Hoeveel zijn er dan? Ik denk dat we rond de 18 à 20 jeugdleden hebben. Het schommelt af en toe, maar meestal 18, 20 kinderen. De doelstelling van de vereniging? Nou, ik denk de kinderen op een leuke manier leren sporten. Het vergroten van hun zelfvertrouwen. Ik denk dat ze wel weerbaarder worden. En ik denk ook een aantal handvaten geven als ze in een conflict komen, hoe ze dat het beste kunnen oplossen. En dan zit ik veel meer te denken aan weglopen, ja, verbaal vaardig zijn. En ik denk op het moment dat een kind zelf weerbaar is en dat hij weet van ik ben wel sterker, dat je ook makkelijker iets durft te zeggen. Want ik denk als een kind bang is, ja, is het ook moeilijk om te zeggen van hou op met plagen. Of... Dus dat zijn eigenlijk een soort vaardigheden die we ze proberen bij te brengen. Betekent dat ook dat bijvoorbeeld kinderen die van nature wat agressief zijn of zo, dat daar dit een hele goede sport voor is, karate? Ik denk het wel. Ik denk dat voor 95 en 99% van de kinderen die we agressiever zijn, dat een goede sport kan zijn. Wat ik vaak zie is dat de kinderen die wat bleuer zijn, die krijgen wat meer zelfvertrouwen. En de kinderen die wat drukker zijn, die worden wat rustiger.
Dat zijn twee categorieën eigenlijk die er heel veel baat bij hebben. Ja, die hebben er alle twee baat bij. Ik denk dat ze leren van onze lessen en ze leren van elkaar. En ik denk een kind dat het dominant is, die wordt vanzelf op teruggefloten. Ja. Waarom gaan volwassenen deze sport doen? Ik denk dat ze gewoon lekker willen bewegen, lekker willen sporten. Dat ze het leuk vinden om te knokken of te stoeien. Ja. En ik denk dat mensen, sommigen hebben andere invalshoeken als anderen. Ik kan me voorstellen dat sommige dames zeggen ik wil het zelfverdediging doen. Anderen die hebben zoiets, ik wil wedstrijden doen. En de volgende zegt ik wil gewoon lekker sporten op een bepaalde dag in de week. Met name die zelfverdediging voor vrouwen heeft heel veel aandacht ook in de vereniging. Ja, dat klopt. In ieder geval in mijn lessen bij de jeugd probeer ik daar sowieso wel kinderen een aantal vaardigheden bij te brengen. Qua zelfverdediging, zonder dat het confronterend wordt. Dus die kinderen wil ik gewoon dat die plezier hebben. Hoef ook niet te weten dat ze met zelfverdediging bezig zijn. Maar wel dat ze beter in worden. Merk je dat de laatste jaren dat toch wat meer agressiviteit in de maatschappij is? Dat ook meer vrouwen bijvoorbeeld naar zelfverdediging sporten gaan? Nee, dat heb ik niet in de gaten. Misschien dat bepaalde scholen zich daar meer op richten en dat ze daardoor een markt kunnen creëren. Maar ik denk dat ik denk bij onze categorie sporters, dat de meesten het voor de sport zelf doen. Jullie hebben geen, of hebben jullie misschien wel, bijvoorbeeld een cursus van 10 lessen voor mensen die zelfverdediging willen leren? Of moet je echt gewoon lid zijn van de vereniging? Zoals het nu is, moeten mensen lid zijn van de vereniging. We hebben ooit de cursus aangeboden van 10 lessen. Ja, en ik denk dat het leuk is voor de mensen, maar voor ons als club is gewoon heel veel werk om het te organiseren. En dan zit het vaak in de werving, waarmee je heel veel tijd kwijt bent. We komen gewoon langs bij 4Defens. We trainen elke week op woensdag van 7 tot 8:30. Karate is gewoon een hele leuke sport om te doen. Je kunt het gebruiken als zelfverdediging, je kunt het gebruiken als een vechtsport. Je kan het gebruiken als een lekker avondje uit. We zijn een leuke sociale vereniging. We houden rekening met onze mensen. Iemand die nieuw is, die wordt gewoon goed gespaard, goed opgevangen. En als ze vragen hebben, kunnen ze altijd bij ons terecht op de website. Oké, dankjewel. Ook hier weer een klassiek driebandpatroon. Het probleem is altijd met driebanden, de klos. Ook nu toch weer erg goed uitgevoerd. Bart Wellert, de beste van het Groene Laken. Al vroeg begonnen met biljarten, heb ik gehoord. Vertel eens. Ja, ik zeg al dat ik in de kroeg geboren ben. Op mijn 7e liep ik al hier rondjes, Café de Adelaar. Ja, vader en moeder biljarten, dus uiteindelijk ben ik ook gaan biljarten. En heel langzaam ingerold van een leuk spelletje is het toch een redelijk goede sport geworden voor mij. Tot mijn 18e en 19e op een redelijk hoog niveau de klassieke spelsoorten gespeeld. Ja, daarna werken, studie. Dus ik kwam een beetje op een laag pitje. En sinds een jaar of 6, 7 ben ik gaan driebanden. Nog steeds even fanatiek. Alleen het niveau is een leuk amateurniveau in Nederland. Een leuk amateurniveau? Ja, wat is dat? Ik speel een kleine 0-8 op de kleine tafel. Dat is leuk, daar kun je een leuk potje mee. En op de matchtafel, dat is een grotere versie van dit biljart, speel ik een kleine 0-6. Kun je leuk meedoen in Nederland. Maar je hebt bij de Nederlandse kampioenschappen meegedaan. Je bent daar geclassificeerd. Ik heb verschillende keren in de krant van allerlei dingen over jou gelezen. Vertel eens iets over die carrière, wat je daar allemaal bereikt hebt. Nou, dat is in de klassieke spelsoorten geweest. Dus tot mijn 18 en 19 heb ik dat gedaan. Dat is kader, libre. Bart laat nu vanuit de spelsoort libre de bekende Serie Amerikaan zien. De hele goede spelers kunnen zo tientallen, echt wel 100 karambals maken. Dus een serie van 100. En deze spelsoort is dan ook helemaal. Ik ben één keer Nederlands kampioen geweest in 2000. Was bij de jeugd. Was in de klasse hoofdklasse. En die klasse liep van 7 tot 11 gemiddeld. Daar ben ik dan Nederlands kampioen geweest. En over het kampioenschap heel vaak meegedaan. Ja, ereplaatsen. Tweede, derde, vierde. Mijn hoogste gemiddelde is ooit 36 gemiddeld libre geweest. En in het kader ongeveer 25 gemiddeld heb ik ooit gehaald. Dus daar was ik. Ik kon aardig meedoen in die spelsoorten. Maar dan ga je omschakelen naar iets wat je minder goed kunt, begrijp ik. Ja, maar wel leuker om te doen. En ik hoef er eigenlijk iets minder voor te trainen om het niveau toch op een leuk peil te houden. Dus
in combinatie met mijn drukke werk bij Nederlandse Spoorwegen, is het driebanden ideaal. Maar hoeveel ben je dan met deze sport bezig? Nou, ik kan wel zeggen dat ik, zeg maar vroeger, nou, dan was ik denk toch wel een uur of 15 tot 20 uur echt aan het trainen. En dan kwamen er nog wedstrijden bij, dus ja, ik was een kleine 30 uur per week was ik toch wel bezig. En nu is het vaak twee keer in de week een leuk potje biljarten. Districtsniveau hoeven we niet zo ver weg, maar nationaal niveau gaan we tot Hoensbroek moeten we ver rijden om te gaan biljarten in de derde divisie. Welke eigenschappen moet je nou hebben om een goed biljarter te worden? Eigenschappen van een goede biljarter? Dat is verschillend per persoon. De ene die kan goed kletsen, dat maakt hem maar niks uit, die kan mooi zijn potje doen. En de ander die kan niet tegen herrie, die is helemaal in zijn eigen keer. Dus elk type mens kan biljarten. Dus een echt karakteromschrijving kan ik niet noemen van een biljarter. Dat is moeilijk. Maar je moet je heel goed kunnen concentreren en afsluiten van de wereld? Ik moest het altijd wel goed. Ik moet mij goed kunnen concentreren en het moet ook ergens om gaan. Dan kan ik echt tot naadje gaan, zeg maar. En anderen, ja, daar lijkt het heel simpel. Die hoeven bijna de ogen dicht te kunnen stoten en die maken elke bal. Dus ja, het is zo verschillend. Het is echt... Ja. Dat heeft te maken met aanleg? Aanleg, talent, type mens, omgeving, spelsoort. Ja, het is zo gevarieerd. Maar ik denk toch voor een heel groot percentage is techniek ook belangrijk. Hè? Waar moet je die bal raken? Hoe hard moet je hem raken? Hoe kom je daartoe? Oefen je dan veel? Of heb je dat? Ja, ik ben toen ik een jaar of tien was opgenomen bij bondstrainingen. Ik kreeg bondstrainingen, dus ja, van die trainers en van die krijg je zoveel mee, zoveel techniek. En hoe meer je doet, hoe beter je wordt. Dat is maar alle sporten. Hoe vaker dat je het beoefent, hoe beter je techniek is. En vaak, ja, teamgenoten wijzen op jou op van pak die ballen zo of doe dat. Dus je wordt elke wedstrijd kun je wijzer worden. Maak wel nog mee dat je nationaal kampioen wordt drie banden? Nou, ik heb toevallig afgelopen weekend meegedaan met bandstoten. Daar heb ik me nou geplaatst voor de districtfinale. Mocht je daar eventueel kampioen worden, ga je door naar het gewest. Gewestkampioen, dan ga je door naar het nationaal kampioenschap. Dus er zit nog iets in de pijplijn dit jaar. Dit jaar nog? Dit jaar, als het goed is. Het gaat zo verder, dus ik doe geen belofte, maar wie weet. Jij leeft er wel voor een stuk voor, hè? Ja, ik ben echt een liefhebber. Ik hoorde Steven ook net zeggen van inderdaad, de vergrijzing die slaat toe in de biljartsport. Heel veel kroegen gaan het dicht. Maar juist de kroegen die open blijven, er wordt per kroeg eigenlijk een soort mekka van biljarters. Want die komen allemaal samen in één kroeg. En dan merk je duidelijk van, ja, zo'n kroeg, ja, er zitten alleen maar liefhebbers. Die komen op de biljarten en die komen ook voor een gezellig pilsje te drinken. Maar juist, het is niet per se slecht te noemen dat kroegen dichtgaan. Het is wel jammer dat je niet overal mee komt. Hè. Het is vaak op dezelfde plek. Maar die plekken die nog overblijven, dat zijn echt hele leuke biljartcafés. Dus elk voordeel heeft zijn nadeel. Dommel Sportland wens jou heel veel succes. Dit jaar nog, hebben we begrepen. En als je Nederlands kampioen wordt, dan komen we terug. Afgesproken van ons. Michael van Kasteren, ja. Trainer. Ja. Je hebt ze nu aan het werk gezet. Vertel eens wat ze nu aan het doen zijn. Ja, dit is ons dingetje, het sparren. Dat trainen ze eigenlijk altijd voor. Al de technieken die ze vanuit kaarten uitvoeren. Dat zijn dan looptechnieken. En alle trap- en stoottechnieken die ze door de jaren heen hebben geoefend, die kunnen ze nou bij elkaar uitoefenen. En dan zien ze dat het werkt, dat afweren, het blokkeren en het uitstappen. Het sabakje waar wij mee werken, het uitstappen uit een aanvalslinie. En dan zijn ze nou bij elkaar aan het uitvoeren. Is er nou eentje de aanvaller en een ander verdediger of wisselt dat nee, dan? Nee, het is een wisselwerking. Ja, het is gewoon dat één iemand twee, drie technieken maakt, die ander probeert dat af te stoppen. Maar ze geven elkaar vooral bij sparren of vanwege het trainen, geven ze elkaar wel een beetje de ruimte. Dat is wel de bedoeling in ieder geval. Raken ze elkaar nu ook echt bij zo'n training? Of, Ja, dat is wel de bedoeling. Bij onze tak van sport is full contact. Ik geef wel altijd aan in het begin van het sparren van pas er mee op dat we elkaar niet blesseren. Ik heb het liefst dat ze volgende week natuurlijk hier weer zijn. En ja, trappen naar het hoofd of zo, pas er gewoon mee op, want een wondje is al snel gemaakt. Komen er veel blessures bij deze sport? Nee. Ik denk dat we pas op de 12e, 13e plaats staan of zo. En als je dan voetbal of handbal of waterpolo, daar gebeuren veel meer ongelukken bij. Kun je misschien een paar speciale technieken noemen die ze nu uitvoeren? Nou, vooral het stootwerk is bij ons heel erg van toepassing. Low kicks, laag ronde trappen op het bovenbeen. Ja, twee, drie goede trappen, dan ben je al zo bewerkt dat je eigenlijk nog maar weinig technieken kan uitvoeren. Ja, ellebogen maken, kniestoten. Ja, dat is een beetje de bedoeling van ons spelletje. Ja.
Je bent trainer, heb je daar een speciale opleiding of gewoon omdat je goed bent? Nou, ik heb vroeger in bepaalde Nederlandse teams gezeten met taekwondo en met karate heb ik op hoger niveau toen die tijd in mijn jonge jaren gedraaid. En op een gegeven moment vond ik het zo, was ik zo geïnteresseerd in de sport en wist ik van Dave Jonkers, onze grote man achter het Aziatische karate, dat hij ook een SEALS had gedaan, een sportopleiding. En ik ging die ook volgen. En toen ben ik doorgegaan met de sportacademie en toen heb ik een jaar bewegingswetenschappen gedaan, omdat ik het gewoon interessant vind, het menselijk lichaam en het aansturen van het menselijk lichaam en gezond blijven vooral. Dit doe je één keer in de week of doe je bij die andere sport ook nog hier begeleiden? Op woensdagen geef ik alleen les bij deze vereniging en ik ben nu zelf bezig voor mijn zwarte band, dus ik zit nu in een leerproces. Ik train ook in Rosmalen in Tilburg en daar ben ik bezig met Wasim, dat is mijn trainingsmaatje. En dan hoop ik aan het einde van het jaar een zwarte band te behalen, want daar heb ik voorheen nooit veel tijd aan besteed en nu wordt er wel eens een keer tijd. Zodat ze een keer iemand hebben om naar op te kijken. Brian is dat nu niet echt. Wat voor voordelen heeft er dan, die zwarte band, behalve de eer? Het is gewoon een trainerschap. Bij een trainerschap hoort eigenlijk een zwarte band, vind ik. En dan heb je het gewoon afgemaakt. Ik zie hier twee dames nu in de cirkel bezig. Ja. Is dit ook een begin van zelfverdediging? Ja, die optie zou er zijn. Na de reportage van gisteren zou dat kunnen. Ja, dames die zijn natuurlijk ook steeds meer in de sportscholen te vinden. Ik denk dat de gemiddelde nu omhoog is gegaan. Voorheen zou je maar 2 of 3 meiden op de vereniging hebben. En nu is dat al naar 7 van de 21 leerlingen. We gaan volgende week met jullie dan nog in scène zetten wat overvallen. Ja. Om het zo maar te zeggen. Ja. En dat zijn ook met name deze oefeningen die ze daarvoor doen. Ja, een beetje uitgebreide oefeningen. Van het goed wegstappen. Ik wilde gewoon duidelijk laten zien wat Sabaki inhoudt. Waar het Asjaharakraat om draait. En waarom het dan geen Kyokushinkai-stijl is of een Shotokan. En waarom wij specifiek Asjaharakraat zijn. En dat is dan echt het uitstappen uit die aanvalslijnen. Opvangen, het meestappen, meebewegen. En dan, dan heb je een heel mooi spelletje. Hoe je een aanvaller te slim af kunt zijn. Oké, bedankt. Alsjeblieft.